Boshuizen Training en Consultancy heeft gisteren 8 bachelorstudenten van de studierichting Bedrijfskunde afgeleverd. Naast deze geslaagden hebben 3 andere studenten van de studierichting Praktisch Personeelsmanagement de eindstreep met succes gehaald. Directeur Usha Seumangal Jaipal is enorm trots dat de studenten, ondanks hun voltijdse baan, hun studie met succes hebben afgerond. Gisteren sprak ze de geslaagden tijdens de diploma-uitreiking toe. Ik wil bijna de namen al opnoemen. Ja, er zijn 8 geslaagden van de bachelor bedrijfskunde. En er zijn ook 3 geslaagden van de opleiding Praktisch Personeelsmanagement. Jullie lange studietraject zit al. Is ten einde gekomen? Zit er al op? Of niet? Ja. Wat was dat? Een lange traject. Maar jullie zijn er vanavond hier. Ja, mijn felicitaties dan denk ik aan Tariq Ahmad Ali, Cheryl Edwards, Anita Jagesar, Vandana Ramlal, ik moet het goed zeggen, Sharon Kasta Munawi, Herman Slow, Ayan Panchu en Kenneth Roepnarijn. Dat zijn dus de bachelors van vanavond. En natuurlijk ook mijn felicitaties aan jullie gezin, jullie familie en vrienden die jullie enorm hebben bijgestaan. Want tijd tot tijd hebben jullie dan leuke momenten laten gaan voor deze opleiding. Want dan moest je op les zijn, op trainingen volgen, opleiding volgen, de business cases maken, de projectopdracht, onderzoek gaan doen. De studenten bedankten het instituut voor de bemoedigingen tijdens de studie. Enkelen zeggen dat ze van tijd tot tijd de moed bijna opgaven, maar door motivatie van zowel de docenten als hun gezin ze uiteindelijk toch hebben volgehouden. Na de diploma-uitreiking was er een gezellig samenzijn.